De overheid moet een beter beleidsaanpak brengen in het hoger beroepsonderwijssysteem. Dit zei Robbie Holband, directeur van het Polytechniek College Suriname, PTC. Hij meent dat er op verschillende manieren moet worden gewerkt aan oplossingen om Surinaamse jongeren te stimuleren verder te studeren. Met de huidige economische situatie kan dit vrijwel een uitdaging zijn. Ik vind gewoon dat er een aantal programma's zijn in het land die je niet zonder subsidie kan krijgen. Zeker niet voor een ontwikkelingsland. Volksgezondheid is belangrijk. Productie is belangrijk. Onderwijs is belangrijk en veiligheid. En voor mijn optiek zou elke overheid zich gewoon op deze vier moeten kunnen gooien. En alle energie daarin stoppen. Want als ik een ontwikkeld volk heb, gaan ze zelf gaan nadenken over wat er allemaal nodig is om eruit te komen. Als ze gezond zijn, heb ik geen extra kosten om ze te onderhouden. En als ze veilig zijn, hebben ze hoeft niet te breken. Dus als we die dingen hebben en werken aan de productie, denk ik dat we qua onderwijs stukken verder gaan. Dus er moet, je kan onderwijs niet loslaten. Zeker niet als ontwikkelingsland. De directeur stelde verder dat het maken van beter beleid op dit gebied zal resulteren in het vergroten van de deskundigheid in ons land. Uitspreiden van de nodige steun op basis van uitdagende studies en op financieel doch deskundig gebied zal hierin een belangrijke rol spelen. En als je toch zegt van ik heb niet genoeg geld, dan laat je die anderen vrij. Dan kunnen die anderen, de mensen die, als iemand zegt ik wil astronaut worden, ik noem maar eens geks. Maar je mag astronaut worden, toch? Maar ik ga niet voor jou financieren, toch? We hebben heel veel economen. We hebben heel veel juristen. Waarom gaan we die opleidingen goedkoop maken? Toch? Ik noem het goedkoop. Ik bedoel, als ik het vergelijk, een studie bij de universiteit en een studie bij PTC. De universiteit is bijna gratis als ik het vergelijk met wat we bij PTC doen. Toch? Dus waarom ga je dat doen? Ik heb het een keer gezegd, dat is bijna 10 jaar terug. Toch? Als we 100 van die mensen verliezen, heeft Suriname geen probleem. Maar laten we 1 specialist verliezen. Laten we kijken naar 1 techneut. Dan hebben we die niet. Holband zegt tenslotte dat het brengen van structuur in het onderwijs door middel van wet en regelgeving een stap in de juiste richting zal zijn.